Ja, welkom op mijn kanaal. Leuk dat je kijkt. Ik ben Find the Creator en je bent beland in de serie Hoe start ik een Black-owned business? Deze serie is onderdeel van een aantal video's die je terug kan vinden op mijn YouTube kanaal. Ik ben YouTuber, content creator. Dus mocht je geïnteresseerd zijn om de gehele serie al volledig te zien op YouTube, dan wil ik je verzoeken te gaan naar Find the Creator op YouTube, mijn YouTube kanaal. Abonneer met het belletje aan en like. En op die manier blijf je altijd op de hoogte van mijn toekomstige video's. Nou zijn er zoveel invalshoeken hoe ik deze serie kan beginnen. Maar ik begin vanuit mijn invalshoek. De invalshoek waarvan ik denk dit past het beste bij deze serie. Ik ben zelf onderdeel van de zwarte gemeenschap. En zie binnen onze gemeenschap ontzettend veel talent. Ik zie dat we goed bezig zijn om onze talenten te ontwikkelen. En zelfs dusdanig dat je kan zeggen, weet je wat? Dit gaat voorbij talent. Je bent nu eigenlijk een product aan het maken. Kan je dit product ook wellicht rendabel genoeg maken dat je ervan kan leven? Of misschien een extra boterham van kan smeren? Omdat ik dit zie en waarnem binnen de zwarte gemeenschap. Ik zie hoeveel moeite de zwarte gemeenschap kost om te kunnen professionaliseren. Om geholpen te kunnen worden om de volgende stappen te kunnen nemen in het ondernemen. Of het gaan ondernemen. Men loopt snel vast. Dat is eigenlijk mijn boodschap. Ik zie dat mensen me vragen komen stellen. Van wat vind je van dit, van dit, van dat. En ik heb me een tijd lang persoonlijk geïrriteerd. Want ik denk, ja weet je wat, waarom blijven jullie me bepaalde dingen vragen? Maar ik heb nu inmiddels ontdekt waar het vandaan komt. Men heeft moeite om het totaalplaatje goed op individuele basis voor zichzelf, voor jou, bij elkaar te brengen. En daarom heb ik deze serie opgenomen. Ik heb niet de wijsheid in pacht. Maar er zijn toch wel een aantal dingen van ik denk, oeh, dat kunnen we beter. Laten we zien als we deze serie het ijzer kunnen scherpen. Het is heel erg interactief. In de comments beneden kan je altijd en alle tijden een opmerking achterlaten wat je vindt van wat ik zeg. Of als je eventueel een toevoeging hebt. Ik heb deze korte cursus kan je niet echt noemen. Maar deze serie heb ik wel onderverdeeld in een aantal blokken. Ik maak even een stapje naar links. En dan kan je het eigenlijk in beeld al zien komen. We gaan het als eerste hebben over je product. Je hebt een idee. Goed. Wellicht zeggen mensen, hey, jij moet hier iets mee gaan doen. Of wellicht kom je zelf tot het idee, hey, ik kan hier wat mee. Dat is mooi. Maar het idee op zich geeft nog geen houvast dat je een bedrijf of een BOB kan starten. Nee, er zijn genoeg mensen met genoeg ideeën. Je zal moeten gaan onderzoeken of dat idee wat je hebt daadwerkelijk een markt heeft. In andere woorden, is iemand erin geïnteresseerd om het te kopen? Dat gaan we bespreken in het eerste deel. Vervolgens kunnen we het hebben over, we hebben nu het idee of het product. Maar we gaan het toch met een bepaalde strategie moeten gaan ontwikkelen. Uiteindelijk wil je, ja natuurlijk wil je geld ervoor ontvangen. Maar voordat je geld ontvangt, voordat je iets hebt kunnen leveren, moet er wel daadwerkelijk iets zijn. Hoe is de strategie uitgewerkt? Hoe is je strategie om die BOB te kunnen starten? Is een heel interessant hoofdstuk. Echt. Vervolgens komen we op een stuk waar heel veel mensen afhaken. In het volgende thema gaan we het even hebben over die haat-liefde verhouding wat mensen hebben met betrekking tot het schrijven van het bedrijfsplan. Mensen, we gaan letterlijk praten over het bedrijfsplan. En ik hoop dat we één ding met elkaar kunnen afspreken. We gaan het niet groter maken dan het is. Interessant hoofdstuk. Nu komen we bij hoofdstuk 5. Eigenlijk bij de hele aanleiding waarom ik deze serie ben gestart. Het ontwikkelen van je identiteit, uitstraling en vervolgens ook het logo. Hè? En hier zie ik dat we heel veel vastlopen.
idee wordt te snel potentieel vertaald naar een logo. En het ontwikkelen van je huisstijl, je logo en alle poespas wordt uitbesteed. Het werk wordt gegeven aan de verkeerde personen. Hier lopen jullie tegenaan in ontwikkeling van jullie product. En ik zie dat. We gaan erover praten. Hoofdstuk 6 is een beetje een raar hoofdstuk. BTW. Nou, wat bedoel ik daar nou precies mee? Wat ik eigenlijk wil gaan bespreken in dit hoofdstuk is, we moeten gaan kijken van hey, dat idee wat je hebt, de strategie. Welke vorm past daar nou een klein beetje bij? Hè? Kan ik dit nog vanuit huis doen of moet ik dit toch echt ergens anders gaan doen? Mijn bezigheid. Maar een ander ding waar men ook heel erg tegenaan loopt is, wacht even. Hoe bepaal ik nou mijn waarde? Wat ben ik nou waard en wat is mijn product waard? Want voordat je weet, prijs je jezelf uit de markt. Of je verdient niets. Omdat je niet weet hoe je eigenlijk goed tot jouw waarde komt. Om te berekenen, wat ben ik nou waard? Wat is mijn product waard? Wat is mijn uurloon waard? Waarom zeg ik dit? Als ondernemer is waardebepaling heel erg belangrijk. Ongetwijfeld kijken ook ondernemers of startende ondernemers nu naar dit filmpje. En die lopen ook tegen het volgende probleem aan. Ze zijn ook een keer begonnen en gestart. Maar het meest moeilijkste is om je waarde te bepalen. Maar het is eigenlijk heel eenvoudig. In dit hoofdstuk gaan we daarover praten. Hoe je dat kan berekenen. Hoofdstuk 7, ga aan de slag. Hoofdstuk 7, deel 7, ga gewoon aan de slag. We gaan alle remmingen proberen weg te nemen in dit deel. Dat je weer houdt om aan de slag te gaan. En als laatste sluiten we af met duurzaam ondernemen. Het stukje duurzaamheid komt hier terug. En wat ik daarmee bedoel, is hoe start je een black-owned business die een jaar na dato of 2 jaar of 5 jaar na dato eigenlijk er ook nog steeds is. En hier komen we eigenlijk, raken we hoofdstuk 1 weer aan waar we het hebben over het product en het onderzoeken van je product of daar behoefte aan is. Daar gaan we in het laatste hoofdstuk duurzaam ondernemen nog dieper op in. En zal ik ook een aantal branches toelichten van ik denk, hier zijn toch echt kansen voor ons, voor jou en mij, voor iedereen. Dit is de inleiding tot de serie Hoe start ik een black-owned business, a.k.a. Hoe start ik een business. Maar wel toegespitst op de zwarte economie, want dat is mijn doelstelling mensen hier. Voordat geld onze zwarte economie verlaat, zou het een aantal keer moeten circuleren. Wat ik daarmee bedoel is, jij geeft geld uit bij deze zwarte business. Die zwarte business geeft het geld weer uit, heeft het verdiend, geeft het privé weer uit of zakelijk uit bij die zwarte business. En vervolgens wordt het geld weer privé of zakelijk uitgegeven bij die zwarte business. Zo circuleert geld in onze economie voordat het de kans heeft gekregen om onze economie te verlaten. Ik wil niet te diep gaan op dit onderdeel, maar ongetwijfeld zijn we allemaal inmiddels overtuigd dat de zwarte economie een economie is die niet onderschat moet worden. En een economie is die ontzettend veel kansen heeft. Goed dat je kijkt naar deze serie. Ik ben Find a Creator. Nogmaals, wil je de hele serie zien? Ga naar mijn YouTube kanaal Find a Creator. En dan kom je heel veel andere themagerelateerde onderwerpen tegen. En we hebben het nu over finance en financiële ontwikkeling. Goed. Bedankt voor het kijken en deel deze video. Find a Creator is signing off. Deel 2.